Nederland stuurt 200 van dit soort wapens naar Oekraïne. Het zijn luchtafweerwapens. Met deze dingen kan Oekraïne zich verdedigen tegen beschietingen vanuit de lucht. Zoals door Russische helikopters of gevechtsvliegtuigen die bommen laten vallen. Eerder had Nederland al gezegd dat ze nog meer spullen zouden sturen. Zoals kogelvesten en metaaldetectoren om mijnen op te sporen. Ook andere landen steunen Oekraïne met militaire hulp. En de steun is er niet alleen in vorm van wapens of geld. Over de hele wereld laten burgers zien dat ze achter Oekraïne staan en tegen de oorlog zijn. Landen dichtbij, maar ook ver weg, zoals in Japan. Oekraïne! Ook in Georgië, Taiwan, de Verenigde Staten, Griekenland en Australië zijn de laatste dagen mensen de straat op gegaan om te demonstreren. Rusland wordt voor allerlei evenementen buitengesloten. Zo is bekend dat het land in mei niet mee mag doen aan het Songfestival. En ook over internationale sportwedstrijden wordt nagedacht. Steeds meer landen zeggen dat ze niet meer tegen Rusland willen sporten. Polen wil eind maart hun belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland niet meer voetballen. Ook inwoners van Rusland zelf laten zien dat ze tegen de oorlog zijn. De Russische regering is daar niet blij mee. Er zouden al honderden demonstranten zijn opgepakt.